bij een nieuwe video. Ik heb vandaag een pakketjes unboxing. De afgelopen dagen wat pakketjes ontvangen. Die heb ik verzameld. En ik dacht dat is wel leuk om te laten zien in de video. Zoals jullie in de titel al kunnen lezen is een deel PR. Dus dat ik heb ontvangen van bedrijven en merken voor mijn website painted.nl. Maar er zitten ook producten in zoals Pushy Shop. Die ik zelf heb gekocht voor onder andere video's. Dus ik dacht ik verzamel het even de afgelopen dagen op. En ga het met jullie openmaken. En dan kunnen jullie een beetje zien wat er op painted.nl te verwachten is. En op YouTube en op Instagram. En sommige producten, want dat doe ik met alle PR die ik ontvang. Of koop, producten die ik koop. Ik doe een deel in de tas van donaties. Een tas van de winacties, zoals voor jullie. En een tas voor familie, vrienden. Zodat die er ook van kunnen genieten. Dus het is echt niet dat ik alles zelf hou. Het kan een lange video worden, want ik heb genoeg om uit te pakken. Dus ik zou zeggen, pak er wat drinken bij. Heb ik ook gedaan. En dan gaan we het samen lekker unboxen. Het is eigenlijk vooral beauty allemaal, behalve Omoda. Dat is fashion. De rest is, zover ik weet, allemaal beauty. En dat kan dan zijn make-up, huidverzorging, parfum. De hele shabam. Een Pushy Shop bestelling. Ik dacht, het roze doosje valt natuurlijk het meest op. En dat zit natuurlijk weer hartstikke leuk ingepakt. Ik had wat dingetjes nodig. Of tenminste, ik had iets op het oog van Queen Tarsi. Dat heb ik gekocht. En ik had wat dingetjes nodig, want ik wil een nieuwe kletsen en make-up video maken. Meerdere wil ik maken. Maar dan heb je natuurlijk ook meerdere producten nodig. Dus dat gaf mij weer een reden om te shoppen. Zo kocht ik deze Multi-Use Air Blender van Essence. Van Catrice deze toner. Dit is de 2-in-1 peeling en toner. En die zag ik op TikTok helemaal voorbij komen. Dat is zeg maar een dupe is van Paula's Choice en Dermalogica, weet ik wat allemaal. En ik heb nog wat meer huidverzorging gekocht van Catrice en gekregen in de PR-pakket. Dus die ga ik helemaal zeg maar samen bij elkaar testen, reviewen. En ik dacht, dan koop ik die er zelf even bij. Dan zit er een Pushy Shop Clear Lip Conditioner in. Die kreeg ik gratis bij mijn bestelling. En een fixing spray Bang Boom Brow van Catrice The Face en Brow Fixing Spray. Ik denk dat dat dan is voor dat brow soap wat je tegenwoordig hebt. Ik kan er niet mee overweg. Ik heb het ook liggen. Maar ik heb toch liever een ouderwet wenkbrauwpotloodje. Maar ik heb deze voor fixing spray. Dan de NYX Bare With Me Concealer Serum. Hoor ik ook heel veel over. En ik dacht, die wil ik dan ook uitproberen. Maar ik zie de kleur en ik... ik heb deze online besteld. Maar ik weet nou niet of dat dit de juiste kleur voor mij gaat zijn. Geen idee of dit dus mijn kleur is. Maar dat gaan we dan zelf achterkomen in de video. En van Queen Tarsi, wat ik echt heel graag wilde hebben, is de nieuwe Power Lips in de kleur Boss Babe. Queen Tarsi is een heel gaaf en vooral mooi merk. Ik ben ook heel fan van de nieuwe mascara's. En deze nieuwe lancering wil ik eigenlijk alle kleuren. Maar ik ben begonnen met Boss Babe. Ik denk, ik doe er eerst één. En dan gewoon langzaam elke keer een kleurtje aan mijn collectie toevoegen. Zo ziet het eruit. En dit is de lipstick. Ziet er echt heel mooi uit. Dus die ga ik ook gebruiken in een video of een review of iets. Ik weet het nog niet. Maar zien jullie vanzelf terug. Weer Pushy Shop. En dan gaan we verder met Douglas. Het bovenste pakketje heb ik zelf gekocht. En het onderste pakketje heb ik gekregen in PR. Dus ik ga even het bovenste pakketje eerst openmaken en dan het onderste. Want ik heb bij Douglas ook wel dingetjes gekocht voor een video. Of voor een review. Ik zeg standaard video, maar ik maak natuurlijk ook gewoon geschreven artikelen. Ik vergeet dat de laatste dagen nog wel eens, omdat het lastig te combineren soms is. Maar ja, dat doe ik zelf. Even kijken, er zitten sampletjes in voor Roy. Ik neem altijd de mannengeuren voor hem. En van NYX een klein paletje. De Ultimate Queen. En het is natuurlijk Ultimate Neutrals. Dit is gewoon wat ik, waar ik van hou qua kleuren. Kijk of ik hem... Oh, ik wil hem openmaken. Er zit hier een plakbandje en zo. Maar zo zien jullie hem ook wel. En ik zag van Elf de Halo Glow Setting Powder. En dit schijnt een dupe te zijn voor de Hourglass Veil Setting Powder. Nog iets. Ik ga hem er ook even niet uithalen. Maar goed, die was dus ook in de aanbieding. Want er ging 25% korting af. En het is al een goedkoop product, want het is een heel budgetmerk. Dus ik dacht, die wil ik dan ook bestellen. Gaan we door naar het PR-pakketje van Douglas. Die sturen af en toe gewoon wat op uit zichzelf. En dit is de
nieuwe mascara. Er staat op, lieve Bianca, de perfecte krullende wimpers. Try out deze nieuwe Kiss & Curl mascara van Douglas Collection. Deze geeft jouw lange wimpers nog meer volume. Liefs, Douglas. Dus hij ziet er zo uit. Ik ga hem nog niet openmaken, want ik weet dus nog niet zo goed wat ik hiermee ga doen. Dus ik laat hem nog heel even dicht, mocht ik hem willen weg. Dit is ook van een PR-bureau, dus die ga ik ook even uitpakken. Bond Parfumeur, de 401. En dat is een Oriental Gourmand geur, als het goed is. En die ziet er zo uit. Ik hoop dat jullie trouwens dit soort video's leuk vinden. Ik kijk ze altijd van Amerikaanse YouTubers. En ik krijg ook regelmatig te vragen of ik het ook wil doen. Maar ik wil het ook niet te vaak doen, want ik wil niet op schepperig overkomen of wat dan ook. Daarom doe ik er nu ook zelfbestelde producten bij in. Dat het niet alleen maar PR is. Maar het is voor mij meer zo, dan kunnen jullie zien wat er aankomt op Pinkit. Waar dan ook, op Instagram of blog. En ook wat er eventueel in winacties en zo gaat komen. Maar goed, dit is het parfum. Kijken of ik hem eruit krijg. Oeh, hij zit wel in een flacon. En ik ga hem even voor het eerst met jullie samen proberen. Oh, lekker. Ik heb mijn reukvermogen weer terug, jongens. Echt, ik ben zo blij. Dit doe ik het liefste. Parfums ruiken de hele dag door, volgens mij. Oh, die is wel heel sterk ook. Oké, ik ben heel benieuwd hoe die opdroogt op mijn huid. Maar ja, hier komt sowieso een review over. Dat vind ik echt geweldig om te doen, parfums reviewen. Dus hou Pinkit zeker even in de gaten. Het volgende pakketje, en dit is volgens mij wat ik zelf heb besteld. Er staat niet echt, zeg maar, op de afstemmer staat webshop. Maar ja, ik bestel zoveel dat ik het even niet zeker weet. Op de pakbond zie ik al dat het van W7 is. W7 Cosmetica.nl heb ik zelf een bestelling geplaatst. Want ik kreeg van de week ook een vraag of ik daarover wil schrijven. Video opnemen, wat dan ook. Nou is het al jaren geleden dat ik iets van W7 heb getest. Omdat ik eigenlijk zoiets had van, het is een merk wat andere merken nadoet. En dat vind ik niet zo netjes. Maar ja, tegenwoordig is iedereen ook helemaal obsessed op Make-up Revolution en Revox en nog meer The Ordinary en weet ik wat allemaal. En dat is ook een beetje dupes van andere merken en producten. Dat ik denk, ja, dan kan W7 ook gewoon weer, weet je. Dus ik heb het al jaren niet gebruikt. En nu heb ik zelf een bestelling geplaatst. Ik kocht de Dewy Fixer. Ik zag net dus, er is een oogschaduwpaletje. Die wilde ik ook gebruiken voor een look en die is stuk. De W7 Barrett al een Covered Press Pigment Palette. Maar die ga ik wel gewoon gebruiken. Ik ga hem gewoon een beetje proberen te maken. Ja, dat heb je soms als je dingen bestelt. En dit is een oogschaduwpalet. En die doet me natuurlijk heel erg denken aan Huda Beauty. Dus die. Dan de W7 Bronzer Brilliant. Bronze & Glow. Even kijken of dat die. Die ziet er zo uit. En zo. Ik vind het echt heel erg mooi. Het doet mij denken aan Charlotte Tilbury, de Face Quads. Hoe heet dat nou? Die heb ik ook allebei. En het lijkt er echt precies op. Dus ik ben heel benieuwd of dat dit dan een dupe is. Misschien dat ik dan tijdens het filmen ook gelijk de Swatchka laat zien van Charlotte Tilbury een beetje vergelijken. Maar ik vond dit ook wel leuk. Dan 2 lipsticks. Eén en deze. Oh ja, er zit allemaal oogschaduw. De Major Matte. Ik ben gegaan voor 2 felle kleuren. Dit lijkt dus heel erg op de Huda Beauty lipsticks. Die ken ik zelf niet, dus kan ik niet vergelijken. Maar dit is Heartache en dit is Bond Girl. En dit zijn echt mijn kleuren. Dit is zo gaaf, zo fel. En deze waren maar 3,95. Dus ja. En als laatste een Chic Masker, de W7 Coffee 3D Chic Mask. Ik dacht, als ik dan toch aan het bestellen ben, ik ben gek op koffie en op Chic Maskertjes en zo. Dus ik dacht, die doe ik ook. Ik kwam ook de goodiebox binnen. En normaal maak ik hier aparte video's over. Maar ik ben gestopt met de goodiebox. Omdat ik gewoon te veel producten heb. En niet helemaal mijn producten zijn. Ik hou meer van make-up. Gemixt met huidverzorging. Maar de goodiebox is vooral huidverzorging. Merk ik de laatste tijd. Een abonnement kost €24,95. En ik laat gewoon in deze video even snel de producten zien die er deze maand in zitten. En ik zal ook alle informatie van bijna alles wat ik kan vinden ook in de beschrijving zetten. Het thema deze maand is de Applaud Yourself Box. Nou is de Goodie Box sowieso heel erg van de self-love, self-care en alles. Dus elk thema lijkt een beetje op hetzelfde. Dan zit er in van Terre de Mars een
een body milk. Van het merk Gold een texturizing spraywax. Van e-cooking een kleintje vitamine C serum. Iets van make-up in deze maand. Dat is van het merk Tease een lipgloss. Het enige product wat ik uit deze box zelf heel erg leuk vind, dat is van KNDR Beauty. De Calm Kind Mist Hydrating Setting Mist. In een glazen flacon. En ik vind deze sprays vind ik gewoon heel fijn om te gebruiken. Dus die ga ik wel gebruiken. De rest doe ik in de tassen voor donaties en winacties. Dan gaan we naar een pakket die ik van de week wel even heb opengemaakt. Ik zal even in het kort vertellen waarom. Ik zit sinds eind vorig jaar, september, oktober vorig jaar, bij de Morphe Glam Fam. Bij de pair van Morphe. Ik denk dat iedereen dat merk wel kent. Denk ik uit Amerika, dat grote merk. En toen kreeg ik elke paar weken een pakketje opgestuurd met collecties en zo. En ik heb ook een eigen code. En dat hield op, dus ik dacht, nou dat is gestopt, weet je. Soms heb je dat, geeft niks. Maar toen stond er van de week dus een courierdienst met een pakket weer uit Amerika van Morphe. Dus ik had echt zoiets van, oh yes, leuk. Dus ik was zo enthousiast en zo nieuwsgierig dat ik hem al open heb gemaakt. Ik zag welke collectie erin zat, ik heb hem ook gelijk weer dicht gedaan. Zodat ik het rest wel met jullie zo op één kan laten zien. Mocht je dus bij Morphe gaan bestellen, bij de Morphe EU website en gebruik de code GLAMFEM 1834. Ik zal hem ook even ergens neerzetten. Dan krijg je 5 euro korting op je bestelling. Het is geen affiliate code. Ik krijg er dus niks verder over. Dat hoeft ook niet. Maar je krijgt wel 5 euro korting op je bestelling. En dat is altijd mooi meegenomen. Het zit er allemaal in. Het is echt een doos waarvan je zegt, wow, een complete collectie. Dit is de collectie Morphe X Nayan. Volgens mij. Nee. Morphe werkt heel vaak samen met diverse influencers. En ik heb haar even opgezocht, want ik had nog nooit van haar gehoord. Maar zij maakt hele kleurrijke, toffe looks. En dat is dus ook terug te zien in deze collectie. Ik kan nu dus ook al zeggen dat ik niet alles zelf ga houden. Want ik ben niet zo van de hele kleurrijke dingen. Ik ben gewoon heel basic. Eerlijk is eerlijk. Ik hou van mooie neutrale kleuren. Maar ik vind het wel heel tof. Dus sommige dingen ga ik houden. Sommige dingen gaan naar mijn dochter. En sommige dingen gaan in de winactie. Die binnenkort online komt. Of die maand erna. Ik ben even aan het kijken. Maar genoeg klets. Ik ga laten zien wat erin zit. Eerst een kwastenset. En daar zitten deze kwasten in. Ik laat ze er nog even in, want ik denk dat ik dus bij de make-up video, de volgende die ik ga opnemen, deze set in een allemaal van die verpakking dingetjes. De Fierce Fairytale Lipstick Trio. En dit is met allemaal nude lipsticks. Die kan ik wel even openmaken. Deze hou ik zelf namelijk. Er zijn dan 3 lipsticks. En dit is de nude trio. Nou weet ik niet of ik alle kleuren daarvan ga gebruiken, maar dat zien we dan wel. Deze is met oranje. Oranje koraal. En de laatste is een bruin nude. Ook een doosje met 6 color pencils set in. En dit lijkt gewoon net alsof dat ik voor mijn dochter schoolspullen aan het kopen ben. Weet je wel, die potloodjes. En volgens mij zijn deze dus voor de lippen, maar ook voor de ogen te gebruiken. Dat weet ik zo niet zo goed, maar dit zijn de kleuren. Lipsticks, alleen deze zijn wat feller. En als laatste het oogschaduwpalet. Die laat ik ook even zien, want ik wist heel dus niet hoe deze collectie eruit zag. Ik had hem van de week pas bij andere YouTubers gezien. Maar verder rest kende ik hem nog niet. En ik probeer heel galant dit ding eruit te krijgen. Nou, dit is het palet. En als het goed is... Ja, oh, hij is ook nog mooi heel gelukkig. Is het elke rij zeg maar een andere kleuren palet. Dus eigenlijk heb je 3 paletten. Het is 1 palet, een groot palet. Het is een boek. En je kan er allemaal verschillende looks mee maken natuurlijk. Je kan per palet een look maken, maar je kan ze ook combineren. Dus ik vind het wel heel gaaf. Ik weet alleen niet zo goed of het echt iets voor mij is. Maar dat zien we wel. Of dat ik hem bewaar voor dus een winactie. Want dat is ook wel leuk. Maar ik ga sowieso van alles even een foto maken van de week voor Instagram. Voor een flatlay. Dan gebruik ik de producten niet, maar maak gewoon flatlay foto's. En dan kijk ik wel wat er naar de winactie gaat en wat ik zelf wil gebruiken. Maar dat doe ik gewoon van de week voor mijn gemak. Dan gaan we naar een PR pakketje. En in het pakket zit een parfum van het Franse parfumhuis. En van het niche merk Molinard. Als ik het goed uitspreek, en hij heet Vetiver. En kijk deze flacon. Beauty toch, of niet? Ik vind het zo mooi. En we gaan hem gelijk proberen. Tegen de tijd dat deze video online staat. Want
staat de review hierover al online. Want hier ga ik mee als eerste aan de slag. Dus de link zet ik ook in de beschrijving. Maar we gaan hem even proberen. Dit is een unisex geur. En hij ruikt rokerig, houtachtig. En ik ruik wat citrus geurnoten. Oh, heerlijk. En ik denk zelfs dat mijn vriend deze ook heel erg graag gaat gebruiken. Dus die gaat bij ons zeg maar op het gezamenlijke plankje. Oh ja, heel erg lekker. Ik heb het ene laatste pakket, het grote pakket wat echt wel zwaar is. En dat is van het merk Herlust. Het eerste wat ik in het pakket zie zijn 3 potten gummies. De Herlust Hair Growth Formula gummies, 90 gummies per pot, suikervrij en ze zijn vegan. En ik heb dus 3 potten gekregen, zodat ik het echt een tijdje kan gaan testen. Er zitten dus nog meer pakketjes. Dit is het eerste. Get ready for the ultimate hair refresh. Jeetje jongens. En er zit deze set in. Een scalp massagebrush. Een hair and scalp detox scrub. En een scalp follicle treatment voluminizer. Het laatste pakketje van Herlust. Er zit een conditioner in uit de Hair Grow and Repair lijn. Dan denk ik dat er ook een shampoo in zit. Ik vind die flessen wel tof eigenlijk. Een shampoo. Oh wacht, nog meer. Een Hair Strengthening and Protection olie. Wat een gave verpakking trouwens ook. Alles is roze. Daar hou ik van. Er zit in een haarmasker uit dezelfde lijn. En een detangle brush, een haarborstel. Zo'n in een I-vorm. En dit is dan een Pure Bamboo pillowcase. Oh leuk. Die zou waarschijnlijk heel zacht voor je haar ook. Dat je minder klitten krijgt en zo. Ik heb geen idee. Maar dat ziet er zo uit. Jeetje jongens, echt. Dit ga ik dus niet allemaal zelf houden, dat begrijpen jullie wel. Ik ga dit heel even een beetje opruimen en dan verder met het laatste pakketje van Omoda. Het laatste grote pakket is van Omoda, dat is dus geen beauty. Maar ze hadden gemaild. Ik mocht vrijblijvend, want tenminste ik mocht wat items doorgeven. En dat gingen ze vrijblijvend opsturen voor Pinkit. En het is ook niet verplicht om dit te laten zien. Ik ben van niks verplicht om dit te laten zien. Dat wil ik ook nog even benoemen. Ook niet gesponsord, niks. Dit doe ik gewoon omdat ik het zelf leuk vind. En dit is dus geen beauty. En ik heb het zelf ook nog niet gezien. Want ik heb een paar items doorgegeven. En ik wacht tot ze daarvan eentje misschien hebben opgestuurd. Dus ga ik ook even met jullie uitpakken. Nou, Moda is uitgepakt. Er zitten 2 dingen in. Echt bizar. Sowieso deze handtas van het merk Liu Zhou. En ik vind hem prachtig. Ik hou van handtassen. En deze is zo mooi. Ik ben er een beetje stil van vandaag. Bizar dit. Maar deze handtas. En er zitten, waar is die doos? Hier. Sneakers in. Van het merk Fred. Fred de la Bretonnière. En die naam spreek ik helemaal verkeerd uit. Dat weet ik ook. Het zijn de sneakers. Het zijn witte sneakers met rosé gouden details. Rosé, ja. Rosé roze goud. En ik vind ze echt ook super mooi. Dit soort schoenen draag ik dus altijd graag in de zomer. En heel erg blij. Nou, ik heb zo weer wat op te ruimen. Want overal liggen pakketjes en verpakkingsmateriaal en plastic. Maar dat geeft niet. Want ik vond dit echt super leuk om te doen. Normaal doe ik de pakketjes dus gelijk openmaken als ze binnenkomen. Maar dit heeft ook wel iets, vind ik dan. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Ik wil alle bedrijven en PR bedanken voor de spullen. Of ik het ze allemaal ga gebruiken, dat zien jullie vanzelf. Of niet. Of de winacties zoals ik al zei. Of donaties. Maar het komt in ieder geval allemaal goed terecht. Van alle producten probeer ik ook een beschrijving neer te zetten. Of een linkje. Of een review link of iets. Dus mocht je dat rustig willen terugkijken, staat het in de beschrijving. Mocht je een product hebben gezien waarvan je zegt, nou Bianca, zou je dat willen gebruiken voor een review op Pinkit.nl? Of op een video op YouTube? Of foto op Instagram? Laat me dat dan ook weten. Dan hou ik daar rekening mee. Ik ga even dit allemaal opruimen de komende uur. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende video. Doeg allemaal!